Sugar Jackson is een verstandiger bokser geworden en wacht in eerste instantie wat af en laat Berkat Saakashvili komen. De Georgiër kan zo'n 2 minuten het initiatief nemen en de schijn hoog houden. Dan, op het eind van ronde 1, besluit Sugar Jackson de Georgiër toch eens in de touwen te zetten en de lever op te zoeken. Eén stevige linkse volstaat om Berkat Saakashvili ineen te doen krimpen. Een verbaasde Jackson moet afstand nemen. Berkat Saakashvili krijgt 7 tellen en besluit Jackson nog 1 keer te lijf te gaan. Te vergeefs, Berkat Saakashvili ziet er dan wel uit als een gevaarlijke Georgische beer. Het blijkt amper een schuchter teddybeertje dat schrik heeft van zijn Belgische tegenstander. Hij gaat opnieuw op de knieën. Een knockout dus en een 4-op-4 in zijn nieuwe gewichtscategorie. En dat in een half jaar tijd voor Sugar Jackson, die vooral heel teleurgesteld is in zijn tegenstander. Ik dacht, ja, 18 gram pond, 12 knockout. Oh, dat is wel een goede jongen. Die kon incasseren. Maar ja, tarara, in het begin over, bam, bam, bam. En die kind goed houden, laatst naar mijn hoek. 1 keer op de leven. Maar ja, dat wordt hard. Gewoon boom. Maar ja, hard. 1 keer. En dan niet boom. Dat kan niet, hè. Ik bedoel, ik ben ook geen mietje. Nee. Ik heb ook gepakt een beetje. Maar ja, dat is boksen. Als je in die klas moet je niet komen staan. Ik bedoel, ja. Nu is het een beetje teleurgesteld voor de mannen hier. Centjes betalen voor niks te komen.